Het is pas september 2023, maar de film Oppenheimer wordt nu al een van de beste films van het jaar, misschien wel de beste film van het jaar genoemd. En vandaag geef ik mijn recensie. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Oké, ik weet best wel wat van geschiedenis, maar deze film heeft me toch op een paar inzichten zeer verrast. Voor de mensen die de film helemaal niet kennen, het gaat over J. Robert Oppenheimer, de vader van de atoombom. In de film gaat het over zijn leven voor het ontwerpen van de atoombom, zijn leven na het ontwerpen van de atoombom, hoe dat zijn leven helemaal beïnvloedt. Well, we're gonna kind of intertwine several storylines, because if I wrote this in a linear way, Christopher Nolan would find and murder me. Ik wist zelf bijvoorbeeld helemaal niet dat de atoombom in eerste instantie werd ontwikkeld als wapen tegen de nazi's in plaats van tegen de Japanners al instant. And I know what it means. If the nazi's have a bomb. En zo begint de film ook met duidelijk maken dat er een soort national emergency is, omdat de nazi's dan een half jaar voorliggen met het maken van die bom. This is a national emergency. Kijk, dit is een film van de grote Christopher Nolan, een van de bekendste regisseurs van de wereld. En hij schiet films bijna nooit chronologisch. En dat zie je in deze film doordat er vier verhaallijnen dwars door elkaar lopen. Eén gaat over het ontwerpen van de atoombom, één gaat over het leven daarvoor. Eén gaat over een soort security clearance van Oppenheimer die wel of niet kan worden hernieuwd. En eentje gaat over een man Strauss die probeert een lid te worden van het senaat van Eisenhower. Al dat loopt door elkaar en het kostte mij de eerste keer dat ik die film zag echt een uur om alle verschillende verhaallijnen van elkaar te onderscheiden. Toen ik naar Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 ging met een filmkenner, zei ik dat ik voor de tweede keer naar Oppenheimer zou gaan. En hij zei, hey, dat vind ik apart, want ik vind het zelf niet een film die je twee keer zou zien. Maar ik vind dat zelf wel, want de tweede keer dan snap je hem pas echt. Ik denk een van de meest interessante delen van de film is dat ze dat hele geheime laboratorium opbouwen. En dat dat een soort van de hoofdplek van de film wordt. All America's industrial might and scientific innovation connected here. Secret laboratory. Dat was wel echt heel cool en uiteindelijk blijkt daar nog een Russische spion te zitten en al dat soort dingen. Maar zeker een heel interessant deel van het verhaal hoe daar in the middle of nowhere de atoombom wordt ontwikkeld. En dan recruteren ze een soort scientists alsof ze bankovervallers recruteren in La Casa de Papel. Let's go recruit some scientists. Wat, ja, ze proberen alles net wat epischer te maken dan het natuurlijk in eerste instantie is. Maar dat zag er wel echt heel cool uit. Er zijn twee dingen die deze film echt gemaakt hebben wat het is. En dat is Christopher Nolan als director. That Oppenheimer one doesn't really sound like a blockbuster. Christopher Nolan would be directing. Oh, okay, there it is. En de incredible cast die deze film heeft. Je hebt Matt Damon. Je hebt Cillian Murphy. Je hebt Robert Downey Jr., je hebt Emily Blunt en je hebt Florence Pugh, wat ik wel de vijf beste acteurs vond uit de film. In bijna alle vorige films van Christopher Nolan speelde Michael Caine ook. En ik dacht, ik wil dat ik uit de bioscoop loop en dat ik zit van, hé, ik miste Michael Caine en ik miste Elliot Page. Maar eigenlijk liep ik eruit en ik dacht, met zo'n cast als deze film had, kan je niet eens mensen missen. De cast was echt gewoon 10 out of 10. Daar kan je gewoon echt niks anders over zeggen. Christopher Nolan's directing, waarin hij en een heel script schrijft waar geen enkele deleted scene in zit, en het op zo'n manier niet chronologisch schrijft, is gewoon zo knap. Ik bedoel, dit is wel de man die Batman Begins niet chronologisch schreef. Dus dan is het logisch dat hij een film over het leven van Oppenheimer ook niet chronologisch schrijft. Maar nog steeds, je ziet echt dat dit zijn film is. Wat ook nog iets is, tenslotte, wat deze film zo geweldig maakt, is het schrijven van het script. Ik vind vooral de quote, you are the man who gave them the power to destroy themselves. Ja, dat geeft zo aan hoe dat script in elkaar zit. You are the man who gave them the power to destroy themselves. En het zit natuurlijk vol met allemaal geweldig geschreven dialoog. En dat is ook echt een derde ding wat zo'n film perfect maakt. Als je het aan mij vraagt, heeft deze film drie grote flaws. Drie dingen die hij echt niet goed gedaan heeft. Ding 1 is dat hij muziek te veel de overtoon laat spelen. Als je telkens muziek hoort bij al het spannende wat gebeurt,
dan raak je gewend aan de muziek en heeft de muziek geen impact meer. Taking it to the next level of epicness. Is it though? Well, there's gonna be epic music playing under every single word that's spoken. Dat is niet iets wat je moet doen. Als jij in een bioscoop zit en denkt, ik hoor muziek die niet past bij de film, dan doet de filmmaker al iets fout. Dat vond ik in deze film erg duidelijk. Het tweede wat ik echt niet goed vond aan de film was dat de explosie van de atoombom, daar wordt naar afgeteld, volgens mij echt vanaf 30. 8, 7, 6. Omdat dat natuurlijk echt het midden van de film is. Alles waarvoor iedereen komt voor dat moment. En dan ontploft die en dan hoor je voor bijna anderhalve minuut niks. Geen boom, geen knal, gewoon totale stilte. Dat vond ik echt niks. Ik snap de keuze enigszins omdat geluid gaat langzamer dan licht, dat hele idee. Maar ik zou het zelf op die manier nooit gedaan hebben. En het derde ding wat ik echt niet goed vond aan deze film was dat er een nightmare sequence in zat. Hij staat uiteindelijk voor een grote groep mensen een speech te houden. En dan krijgt hij een soort nachtmerrie waarin iedereen voor zich verandert in een slachtoffer van de atoombom. Dus je ziet ergens een verbrand lijk liggen en iedereen verandert in een burn victim. Ik vond dat echt not done. Ik vond niet dat dat paste bij de sfeer van de film. En ik vond het echt veel te heftig. Ik heb het gevoel alsof je hiermee een jong deel van de audience gewoon volledig uitsluit. Dus dat had hij wat mij betreft niet moeten doen. Zoals de kijkers van deze serie al wel weten, maak ik elke week weer de top 10 van de films die op dit moment in de bioscoop zijn of net uit de bioscoop zijn. En in het tweede deel van deze video ga ik jullie deze top 10 laten zien. En dan gaat de film die ik het langst geleden heb gezien in de bioscoop gaat uit deze top 10. Dat is dus Guardians of the Galaxy volume 3. Guardians of the Galaxy volume 3. Volume, waarom zeg ik volume? Volume! En de film die erin komt is dus Oppenheimer. En omdat ik zo ontzettend onder de indruk was van deze film, plaats ik hem op plek 4. En dan gaan jullie nu kijken naar de top 10. Op de 10e plek staat nog steeds Transformers Rise of the Beasts. We find this alone, we find it together. Op de 9e plek staat No Hard Feelings. You have a Roadrunner tattoo covering your entire back. I don't think you should tell anybody what to do with their body. Op de 8e plek staat Insidious, The Red Door. Are you ready? We're ready to forget the further. Op de 7e plek staat de film van vorige week, Hypnotic. But I'm the wrong man. Op de 6e plek staat Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. There's no place that I won't go to kill you. That. Op de 5e plek staat Indiana Jones and the Dial of Destiny. You stole it. Then you stole it. And then I stole it. It's called capitalism. Op de 4e plek staat de film van deze week en dat is dus Oppenheimer. You are the man who gave them the power to destroy themselves. Op de 3e plek staat de film To Catch a Killer. Aggressive, addictive, antisocial. This is the profile of people we arrest, not hire. Op de 2e plek staat de film Spider-Man Across the Spider-Verse. All stations, stop Spider-Man. En op de 1e plek staat nog steeds de film The Flash. We try not to die. En aangezien ik jullie ook nog een paar aanraders mee wil geven om thuis te kijken, geef ik jullie ook nog de top 10 mee van de beste films die ik afgelopen tijd zelf thuis heb gekeken. Plek 10 staat Rogue One, A Star Wars Story. A major weapons test is imminent. We need to know how to destroy it. Op plek 9 staat Star Wars Episode 1, The Phantom Menace. At last we will reveal ourselves to the Jedi. Op plek 8 staat Solo, A Star Wars Story. You look good. A little rough around the edges. Op plek 7 staat Star Wars The Empire Strikes Back, een film die ik recent heb gezien. Ik vond hem van de originele trilogie wel echt de minste, maar nog steeds zeker het moeite waard. I'm looking for someone. I'm looking for a great warrior. Op plek 6 zet ik Inception, een andere Christopher Nolan film dat gaat over dromen. Hele interessante film, zeker een spraakmakende film. Ik vind het niet zijn beste werk van Christopher Nolan, maar wel zeker een film die iedereen wel in zijn leven een keer gezien moet hebben. We bring the subject into that dream and they fill it with their secrets. Op plek 5 zet ik Star Wars Attack of the Clones. The shroud of the dark side has fallen. Op plek 4 zet ik Star Wars Return of the Jedi, een
film die mij extreem geraakt heeft opeens. Ik vond hem echt super goed. Ik heb er enorm van genoten. En zeker het einde was echt het meest passende einde wat deze trilogie ooit heeft kunnen hebben. Indeed, you are powerful, as the Emperor has foreseen. Op plek 3 zet ik Batman Begins. I understand. Een Christopher Nolan Batman film die echt super goed was. Ik heb hem samen gekeken met mijn vader. Het is een film die ook helemaal niet chronologisch loopt, maar wel echt dat je denkt van, wow, ook dit is een manier hoe je tegen Batman aan kan kijken. Where are you? Op plek 2 zet ik de film Interstellar. Andere Christopher Nolan film. I've got kids, professor. Get out there. And save them. En dan zet ik op plek 1 nog steeds Star Wars Episode 3 Revenge of the Sith. Wat ook gewoon een bijzonder goede film blijft. Careful you must be when sensing the future, Anakin. The fear of loss is a path to the dark side. Ik snap dat mensen denken van, wow, je zet dingen van Christopher Nolan letterlijk onder Star Wars dingen. Maar dan moet je heel even kijken naar dit clipje van een interview met Christopher Nolan. After Batman, do you want to direct another superhero movie? No. Would you like to make a Star Wars movie? Pass. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Cinemakkers. Ik zie jullie volgende week vrijdag om 4 uur weer met een gloednieuwe Cinemakkers video. En dan gaan we het hebben over de film Barbie. Dus stay tuned. Tot ziens. Tot later.